Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Ik ben net naar de winkel gewandeld, dus ik heb het gevoeld hoe koud dat is. Shit man, het is nu -5 buiten ongeveer. Hier in Hasselt toch, wat best wel koud is. En ik had geen handschoenen aan, ik had wel een sjaal en een dikke jas en zo, maar mijn handen worden altijd heel snel koud. Dus ik heb het gevoeld. Ik ga nu mijn ontbijtje maken. Daar was ik naar de winkel gegaan. Ik heb eitjes gehaald en een chocobroodje. Maar het chocobroodje was kei lang geleden, dus ik wou dat echt nog eens hebben. Maar ik ga nu eerst mijn 8 eieren bakken. 8. En voilà, zo zien 8 eieren eruit. Het zijn 6 eiwitten alleen en 2 volledige eieren. Breakfast for champs. Ik ben nu een weekje iedere dag eieren aan het eten en elke ochtend stel ik me dezelfde vraag. To kluts or not to kluts? Dus ofwel spiegel ei houden of klutsen tot een geroerd ei. Ik ga klutsen. Ontbijtje is klaar en ik ga eraan beginnen. Want vandaag moet ik top zijn, hè? Alleen ik moet niet top zijn, maar vandaag is wel een grote dag. Ik vind het een vrij spannende dag waar ik nu al even een weekje naar aan het uitkijken ben. Want als jullie ons gevolgd hebben, ook tijdens Vlogmas en de video's gekeken hebben, dan hebben jullie gezien dat ik een tijdje geleden naar Antwerpen ben geweest. Naar een grote parking in Antwerpen en heb afgesproken met een paar vrienden die ik op Instagram heb ontmoet. En die ga ik vandaag opnieuw ontmoeten. Dus over een half uurtje ongeveer komt Pieter naar hier. Pieter is een van mijn beste kameraden die ook autofotograaf is. En we gaan samen met ons tweetjes rijden naar Antwerpen om daar weer een heleboel nieuwe mensen te ontdekken. Dezelfde groep van vorige keer komt, maar er komen nog een paar extra mensen bij. En we hebben dus heel gek gedaan. En we hebben een groepje opgestart, zal ik zeggen. Onder de naam Petrol Cartel. En het groepje staat eigenlijk voor autoliefhebbers die bij elkaar willen komen. Maar voornamelijk autoliefhebbers die ook een beetje social media en fotografie en video actief zijn. Dus vandaag eigenlijk onze allereerste publieke uitnodiging. Dus we hebben gewoon gezegd, oké, wij gaan naar daar. Degenen die willen, die kunnen perfect meekomen. Een soort van meeting. En ik ben ongelooflijk benieuwd wie dat er allemaal gaat afkomen. Want we hebben het gewoon via één melding op story gedaan, een weekje geleden. Ik had een story ontworpen waarop gewoon stond om zo laat op die plaats. Wie wilt, kom maar af, iedereen welkom. En het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel reacties dat erop is gekomen. Zoveel mensen begonnen dat te delen, begonnen te reageren van hoe laat moet ik daar zo, wat moet ik doen, mag ik komen? Die ik nog nooit heb gezien of gehoord. Dus ik ben echt, ja, ik was een beetje onder de indruk, want we verwachten. Ja, nee, ik ga het aantal niet zeggen, want anders dan klopt dat misschien totaal niet. Ik heb geen idee. Er kwam veel reactie op, maar er kan misschien zelfs 100 man staan, er kan ook 10 man staan. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd. Dus als jullie de story hebben gevolgd en jullie komen zelfs misschien ook, dan zie ik u zelfs. Maar ik vind het echt super spannend. We gaan dadelijk vertrekken, over een half uurtje. Ik ben bijna klaar als mijn ontbijt op is en dan ben ik ready to go. En ja, dan zie ik jullie zelfs hopelijk. Hè. Als je nu zoiets hebt van, oh, soms zit je weer daar met je auto zeven, dat interesseert me niet. Blijf dan toch maar kijken, want ik ga gewoon proberen alles op een heel leuke manier te brengen. Ik ben niet van plan constant auto's te tonen gewoon. Maar ik probeer het gewoon, leuke content te maken en jullie een verhaal te laten zien van wat ik vandaag allemaal ga doen. Vooral hetgene wat erachter steekt, want Pieter en ik zijn het uit het niks opgestart. Dit is eigenlijk de tweede keer dat we samenkomen met mensen. Het initiatief komt volledig van mij en Pieter. We hebben die mensen verzameld. En ik ben gewoon super benieuwd wat er nu op gaat afkomen. Het kan zijn dat het een flop is, het kan zijn dat het keigoed gaat zijn. Maar het is wel cool om zoiets helemaal nieuw op te starten, samen met Pieter. En ja, dat er toch een aantal volgers zijn die ons ook eens willen ontmoeten. Die samen dezelfde passie willen delen. Dus ik hoop jullie gewoon een heel leuke dag te laten zien. En ook al zijn jullie niet heel geïnteresseerd in auto's, dan gaat het denk ik toch wel kei tof worden. Oké, we
we zijn klaar om te vertrekken. Pieter is ook hier. Goedemorgen. Nu richting Antwerpen gaan en daar hebben we afgesproken met een paar jongens eerst voor een paar foto's. Alright, we zijn aangekomen in Antwerpen. We zijn nu aan de Decathlon in de parking waar we hebben afgesproken. Ondertussen zijn we met een paar man samengekomen en hebben we een ritje naar hier gemaakt. En zoals je ziet staan er al heel wat auto's. En ik denk dat we het zelfs wel gaan plaatsen of misschien eerst nog een fotoshoot of zo gaan doen. Ik verwacht hier al wel wat volk, omdat er veel fotografen en zo zouden komen. Dus die willen al wat foto's op voorhand komen maken. Dus we gaan nu... We hebben nog 2 uurtjes tijd voordat de openbare meeting is. Dus dit is zo'n selectief groepje waar we mee spreken, zal ik zeggen. En die wil even hier samenkomen om een fotoshoot te doen. En om 2 uur komt eigenlijk pas het openbare volk. Dus dan ben ik benieuwd wie dat er nog dan gaat komen. Maar er zijn nu al redelijk wat auto's en mensen, zoals je kunt zien. Ik ken nog niet iedereen persoonlijk, maar ik ben wel benieuwd om ze te leren kennen. Leuk die plek, hè? Speciaal momentje. Wil jij die plak of wat? Ja, als je wilt. Oké, is goed. Ons groepje noemt Petrol Cartel en hier is de allereerste sticker en die gaat hier op de auto. Oké, okay. Aan u de eer. Waar hier? Nee, lager, ja. Ja. Pas op! Ja? Recht, hè? Is het recht, denk je? Ik weet het niet, ik denk het. Ja, doe maar. Weet je zeker? Nee, maar doe maar. Ik doe ook niet. Vertrouw u. Hoppla! Aan u de eer. Doe maar rustig, hè. Oh, professioneel gedaan. Hè? Ja, redelijk, ja. Kom aan, we zijn er bijna. Pieter Fuchs. Hey! Proficiat. Blijft volk toestromen, dus het ziet er goed uit tot nu toe. Ik ben nog niet aan het tellen hoeveel man het er nu is, maar ik zal er echt eens de tel afgaan. Alleszins is heel verdeeld wel. Ik zie een BMW staan, ik zie Audi staan, ik zie een Lamborghini staan, ik zie Opel staan. Kijk, goed, goede variatie. Misschien de meest speciale auto van vandaag, maar daar komt hem aan. Tot nu toe BMW toch in de overmaat, maar de eerste Porsche is gearriveerd. Holy shit. Had je dit verwacht? Nee, man. Nog 20 autootjes. Echt waar, ja. Maar letterlijk hebben we eigenlijk gewoon 1 Instagram post gezet. Oh, ja. Story gezet. En dat is het. En er komt... Het is nog maar 10 na 2, hè. Het is nu letterlijk 10 na 2. En om 2 uur ging het beginnen. Ja, en dat blijft hier gewoon toestromen. En ondertussen is de tweede Lamborghini aanwezig, zoals je ziet achter mij. Ik heb net vernomen dat er ook nog meer N2's, Ferrari, Porsches aan het afkomen zijn. Dus dat ziet er hier niet slecht uit. Ik ben alleen een beetje bezorgd om 1 ding, namelijk hoe lang gaan we hier nog staan en gaat de politie ons wegsturen. Dit is echt overdreven. Ik ben echt een beetje mindblown. Gemaakt bij de Burger King. Ik heb een hangertje. Laurens is ook hier ondertussen. Dat is niet normaal, hè? Niet normaal. Maar wel vet wat voor soort auto's erop afkomen. Er zijn echte clubs op afgekomen. Er zijn 2 Lamborghinis op afgekomen. Een Ferrari is op afgekomen. Maar het is wel fijn. Het is een perfecte dag buiten. Dus het is leuk dat er zo iets te doen is dan. Fotografen aan het werk zijn. Ziet ze iets doen. Ze hebben nu een verzamelingsgedenk van een 15-tal auto's en nu gaan we vooral wat foto's maken. Dus de meeting op zich is voorbij, maar wij doen nog een mini-meetingske onder ons. Moet
zeggen. Chapeau aan degenen die ze gekomen zijn, het was echt kei tof. Chique dat jullie erbij waren. Verschillende soorten, dat was vooral het vetste. Daar echt verschillende soorten door elkaar. Mazda Club was daar, BMW M Club was daar. Audi RS's heb ik heel veel gezien. Ik heb 2 Lamborghinis gezien, het was echt gestoord. Dus super fijn dat jullie gekomen zijn. We gaan hier nog even de samenkomst, zal ik zeggen, afsluiten met elkaar door wat foto's te maken, door wat video's te maken en dan zie ik jullie zelfs terug onderweg naar huis. Net een leuke ervaring gehad met onze blauwe vrienden van de wet die de volledige weg hier hebben geblokkeerd. Ze zaten hier echt helemaal vast om te haven. Blijkbaar hebben de mensen daar met die grote truck alles vastgezet zodat we niet weg konden en de politie gebeld. Want dit is dus verboden terrein. Dat weten we dan ook weer voor het vervolg. Maar we worden nu wel uitgelaten door de politie en er is niks meer aan de hand. We hebben een waarschuwing gekregen, maar that's it. Dus meneer gaat nu de deur terug openmaken, zie ik, en dan kunnen we fijn vertrekken. Het probleem is dat hier heel veel drugs verhandeld wordt vaak en dat er mensen racen en zo. Dat was totaal niet onze bedoeling, begrijp me echt niet verkeerd. We wouden hier gewoon puur voor foto's maken tussen de containers, dus we mogen weg. En we zijn weer thuis. Oh, ik ben moe. En mijn schatje is hier. Het was een lange, maar leuke dag. Ik heb tot van, hoe laat zijn we vertrokken? 10:30 vertrokken en 8:00 of zo was ik s'avonds terug thuis. Het was een long day, but a successful day. Ik ben wel content met wat er allemaal is uitgekomen. Uit het niks van. Ja, zot hè. Dat is goed, ja, dat was echt wel zot. Nee. Ik heb net het hele verhaal aan Thalisa verteld dat het geweest is. Ja, en zo was ja, ook. Zot. Dat was ook. I was surprised. Surprised, just like I was. Maar ik ben nog altijd blij na zo'n lange dag vanaf thuis te zijn. Zo. Het is best wel vermoeiend. Zo. Het is ook nog een stukje rijden, het is een uur rijden weer. Heel fijne dingen meegemaakt, heel leuke mensen leren kennen. Stinkt je? Ja. Heel leuke mensen leren kennen, dus als je erbij was, merci om erbij te zijn. Als je er nu niet bij was, maar je wilt er de volgende keer bij zijn, blijf dan dit kanaal volgen, blijf Petrol Cartel op Instagram volgen, hier is de naam. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer daar. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, doe zeker thumbs up voor deze vlog. Hopelijk vonden jullie het cool om te zien wat er vandaag allemaal gebeurd is. En dan zien we jullie heel graag terug. Morgen!